Tiny Pingwings en wat leuk jullie weer kijken naar mijn kanaal Infinity NL. Vandaag ga ik daadwerkelijk mijn top 10 Rick and Morty afleveringen aan jullie tonen. En jullie kunnen het er totaal mee oneens zijn of helemaal mee eens. Maar waar ik helemaal benieuwd naar ben is of Captain Gotham het met deze lijst enigszins eens is. Deze lijst zal natuurlijk niet exact hetzelfde zijn. Wat ik ook ga doen, is ik ga aan Captain Gotham vragen of die, voordat deze video online komt, ook zijn top 10 maakt. En dan bekend maakt als deze video online komt. En dan kijken we hoe het overeenkomt. Dat lijkt me een heel leuk ding om te doen. Misschien dat hij zelf ook wel een video wil maken ervan, van de top 10. Maar we gaan gewoon... Ik ga ook helemaal niet uitleggen wat Rick and Morty is. Want als ik dat moet uitleggen op dit kanaal, ja, dan snap ik niet echt wat je hier doet. Want letterlijk dit hele kanaal is... Ja, oké. 99% is Rick en Morty. 1% is andere content. Dus ik ga het niet diep uitleggen. Ik ga gewoon lekker gelijk beginnen met de nummer 10 spot. Op nummer 10 staat Rick's 10 Minutes. Seizoen 1, aflevering 8. Rick hackt de televisie waardoor ze nu programma's vanuit het hele universum kunnen kijken. Zijn familie is afgeleid door een van zijn andere uitvindingen. Dames en heren, dit is de nummer 10 spot, Rick's 10 Minutes. Ja, deze aflevering is eigenlijk essentieel, is eigenlijk de fundamentele Rick en Morty aflevering voor alles wat nog komen gaat. Het is sowieso een hele goede aflevering hoor, dames en heren. Maar het is eigenlijk de allereerste interdimensionale kabel aflevering. Het is gewoon echt een feel-good aflevering, weet je wel. Het zijn heel veel random bits. Het zijn tv-stukken van all over the universe. Elke universum die er ook maar bestaat. En je komt dan uiteraard de meest absurde dingen tegen. Er is ook een B-plot in deze aflevering. Dat gaat over Jerry en Beth. Die zijn een beetje aan het spelen met een uitvinding die Rick ook heeft uitgevonden. Dat is eigenlijk een soort VR-experience. Hoe hun wereld eruit zou zien als ze elkaar niet hadden ontmoet. En ze komen erachter dat het misschien beter is of misschien wel slechter is. Maar aan het eind van de aflevering komen ze om een of andere reden toch weer bij elkaar. Omdat de VR-wereld gelinkt staat aan een van de interdimensionale kabels, zenders. Dus, maar goed, de B-plot gaat het eerlijk gezegd niet om. Het gaat echt over de plot van de interdimensionale kabelen. Zoveel absurde dingen komen erin voor. En het is gewoon kijken en gewoon lekker afwachten en gewoon kijken wat ze naar je toe gooien. Oneindig veel zenders, dus oneindig veel absurde momenten en dingetjes die je kan meemaken. En het heeft zelfs een belangrijke les van Rick en Morty. Want Morty komt met de hele mooie en memorable lijn. Die gaat als volgt. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. We gaan naar de volgende spot, dames en heren. Op nummer 9 staat seizoen nummer 2, aflevering 10. Dames en heren, dit is de allerlaatste aflevering van seizoen 2. En oh mijn hemel, wat een banger was deze aflevering. De hele familie is uitgenodigd voor de bruiloft van Bird Person, een goede vriend van Rick. Het loopt compleet uit de hand wanneer de bruid niet blijkt te zijn wie ze zegt dat ze is. En dat is natuurlijk Tammy, die eigenlijk een undercover agent was, die Rick ging arresteren voor de zoveelste daden die hij heeft uitgevoerd. Wat ook essentieel is in deze aflevering is dat Bird Person ook dood is gegaan. Een van Rick's beste vriend eigenlijk. Dat is ook de enige reden waarom die überhaupt naar de bruiloft toe ging. Dus ja, ze werden overal achterna gezeten. Ze konden wel ontsnappen aan de aanval, om het zo maar te zeggen. Ze konden er wel van ontsnappen, maar ze moesten dus een andere planeet vinden. Omdat heel planeet Aarde natuurlijk onder een soort lockdown zat, puur om Rick te vinden. Dus ze moesten een nieuw planeet proberen te vinden. Dat lukt zich op een gegeven moment, maar uiteindelijk doet Rick zich toch zelf overgeven en zorgt dat de familie veilig weer thuis op aarde kan komen. Deze aflevering was op een bepaalde manier, op heel veel manieren goed. Het had A, heel veel humor erin. Het had B, heel veel story progressie voor Rick en Morty in de toekomst en een goede opzetbouw voor seizoen 3. Het had Bird Person erin. Heel veel leuke wacky characters. En nogmaals, een heel goed, maar dan ook echt een heel goed verhaal. Dus de Wedding Scratchers van seizoen 2 is absoluut niet te missen als je Rick and Morty gaat kijken. Ga hem checken, dames en heren. We gaan naar nummer 8.
Op nummer 8 staat seizoen 3, aflevering 7. De Rick's Lantix Mix-Up. Rick en Morty trekken erop uit op een nieuw avontuur op weg naar de verloren stad Atlantis. De beschrijving belooft een hoop. Atlantis, het wordt leuk. Nimbus is daar ook, dat is allemaal hartstikke lach en leuk. Behalve dan dat we helemaal die versie van Rick en Morty niet volgen. In de introductie zien we dat ze op weg zijn naar Atlantis, ze teleporteren daar naartoe. Maar in plaats daarvan zien we daadwerkelijk de Citadel of Rick's en zien we daar eigenlijk gewoon de alledaagse bezigheden en hoe het gaat. En wie erin. En we zien ook gewoon. Het is de allereerste appearance van Evil Morty. Dat zien we aan het einde. Met een fantastische soundtrack erbij. En we zien gewoon dat. We komen er echt achter dat eigenlijk de Rick's niet zonder de Morty's kunnen. En dat het eigenlijk gewoon essentieel is voor hun om bij elkaar te zijn. Je ziet heel veel verschillende references van films. Volgens mij zie je een reference van Hogwarts. Je ziet van alles eigenlijk, om het zo maar eens even te zeggen. En natuurlijk heel veel verschillende Morty's. Heel veel verschillende leuke Rick's. En het is gewoon een feest voor het oog om naar te kijken. En er zit natuurlijk bomvol, maar dan ook echt bomvol humor in. En nogmaals, ook in deze aflevering, redelijk wat story progressie. Althans, een in-depth verhaal over de Citadel of Rick's. Want het is niet de eerste keer dat we de Citadel hebben gezien. We hebben in de vorige afleveringen, van bijvoorbeeld in seizoen 1, aflevering 7, als ik het goed zeg, hebben we ook de Citadel nog gezien. Dus het is niet de eerste keer, maar het is wel de eerste keer echt de goede in-depth look van de Citadel. Aan één kant zeg maar wel dat het jammer is dat we niet iets hebben gezien van Atlantis. Maar dat is natuurlijk ook wel gelijk de show van de hele aflevering. Maar we konden aan het einde in de post-credit scene konden we zien dat ze daadwerkelijk een goede tijd hebben gehad. Dus daar ben ik blij voor. En misschien dat we in de toekomst wel een aflevering zien vanuit het andere oogpunt. Dus mensen, de Rick's Lantix Mix-Up is een hele goede aflevering. Met President Morty erbij. Het is gewoon. Het is allemaal heel erg leuk. Ga hem gewoon. Ik ga niet te veel checken. Ga hem gewoon checken. En dan gaan we gewoon lekker door naar nummer 7. Op nummer 7 hebben wij weer een aflevering van seizoen nummer 3. En het is aflevering 3. Pickle Rick! Ja, dames en heren, jullie hadden natuurlijk al wel verwacht in het lijstje. Misschien hadden jullie hem ook wel iets hoger verwacht. Rick verandert zichzelf in een augurk tijdens een van zijn vreemde experimenten. Beth neemt op dezelfde dag de kinderen mee naar familietherapie. Ja, meer in deze aflevering is het ook niet. Rick verandert zichzelf in een pickle om die therapie te vermijden. En daarna gaat de hele aflevering gewoon totaal off the rails. Wat wel heel erg vet is, is de hele vele actieshots die erin zitten. En gewoon echt de gevechtscènes zijn heel erg top gedaan. Familietherapie-scènes waren een beetje saai. Behalve de laatste scène waar Rick daadwerkelijk binnenkomt. En eigenlijk de psycholoog hem eigenlijk totaal oont. En gewoon totaal recht door hem heen kijkt. En ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat iemand het gewonnen had van Rick. Dus dat is wel heel erg grappig om mee te maken. Dr. Wong. En sindsdien gaat hij er ook zeker niet graag nog een keer terug naartoe. We vinden ook weer een andere aflevering in seizoen 4, aflevering 10, vinden we ook weer diezelfde therapie sessie. En dan zie je daadwerkelijk wat voor impact het heeft gehad op deze aflevering. Nou, om het eventjes nog meer te benadrukken, Pickle Rick is natuurlijk een aflevering die iedereen eigenlijk kent. Ook mensen die niet heilig Rick en Morty kijken, bijvoorbeeld zoals Captain Gotham en ik, kennen de reference, kennen de meme. En ik wilde hem ook niet hoog. Ik vind 7 een hele goede plek voor deze episode. Heel veel mensen gaan erom haten. Heel veel mensen gaan zeggen dat dit de allerbeste aflevering ooit is. Ben ik het gewoon niet mee eens. Een goede Rick en Morty aflevering bevat heel veel Morty. Bevat heel veel Rick. En hier waren ze constant gescheiden van elkaar. En het is ook gewoon een beetje overrated, deze hele aflevering. Het is gewoon meer de meme dan de aflevering. Maar zeker animatiewijs, grappenwijs. Was het gewoon, en ook wel verhaalwijs, was het een goede aflevering. Dus een mooie plek voor de nummer 7. We gaan door. En dan op nummer 6 komen we bij seizoen 3, aflevering 5, The Whirly Dirly Conspiracy. Rick neemt Jerry mee op avontuur naar een resort waar iedereen onsterfelijk is. Jerry komt oude bekenden tegen die nog een appeltje met hem te schillen hebben. Dus dames en heren, dit is gewoon een topper van een aflevering. Jerry is op dit moment gescheiden van Beth. En Rick wil hem eigenlijk. Ja, Morty forceert Rick eigenlijk om met Jerry om te gaan en hem eventjes ergens op af te sturen. Terwijl dat gebeurt, gaan Morty
komen Morty en Summer een beetje in de problemen, omdat Summer een borstvergroting wil doen met een van de apparaten van Rick. Nou, dat levert ook automatisch hele leuke scènes op met Betty, die het zelf wil proberen te oplossen, maar het eigenlijk niet kan en het niet wil toegeven. Maar waar het echt om gaat, is eigenlijk de verhaallijn van Rick en Jerry in dit geval. Want ze komen eigenlijk in een soort resort. Waar er van alles te doen is. Je hebt achtbanen, dat is dus de Whirly Dirly, het zegt hem al in de naam. Je hebt eetenten, je hebt volgens mij spa's, je hebt van alles en nog wat. En ze komen er al gauw achter, althans Jerry komt er al gauw achter, dat je in deze, op deze planeet niet dood kan gaan. Omdat er eigenlijk een soort krachtveld, een veld omheen zit, een onsterfelijkheidsveld. En wie daar buiten komt kan wel weer dood, maar als je daar binnen bent kun je letterlijk alles doen. Je kan je hoofd eraf hakken, je kan een mes in iemand steken. Je kan jezelf in kokend heet water stoppen, je gaat gewoon niet dood. En wat nou ook essentieel is om te vertellen in deze aflevering is dat Jerry eigenlijk van plan was om Rick te vermoorden. Dat had hij afgesproken met een paar mensen daar. En daar kwam Rick uiteindelijk dus ook achter. En met reden waarop is omdat Jerry dus dacht dat Rick zijn huwelijk had gesaboteerd. Dus, en ja, dat is misschien ergens ook wel een klein beetje in het geval. Maar ja, natuurlijk is Rick daar totaal niet mee eens. Er is dan heel conflict met elkaar. Uiteindelijk komt alles toch wel weer mooi goed. Dus als ze maar hun mondje erover houden. En ja, het happy ending was het. Maar het was een hele leuke aflevering van verschillende aspecten. De A-plotlijn was leuk, de B-plotlijn was leuk. De Whirly Dirly Conspiracy, dames en heren. Ga hem checken. Een hele leuke aflevering. We gaan lekker door. En op nummer 5 hebben wij staan Vindicators 3, The Return of World Ender. Nou, deze aflevering is een van de meest gehate afleveringen van de serie. En ik begrijp niet helemaal waarom dat is, want hij staat duidelijk gewoon op een goede 5 spot bij mij. Rick en Morty sluiten zich aan bij een groep superhelden om de World Ender te verslaan. Ze belanden in een val, opgezet door Drunken Rick. Nou, deze aflevering is wel heel grappig, want Morty heeft een soort fascinatie voor deze superhelden. En Rick eigenlijk totaal niet. Maar ja, ze gaan uiteindelijk toch. Het is Vindicators 3, ze hebben 2 helaas gemist. Dit is eigenlijk ook de allereerste aflevering die ik heb gezien van Rick en Morty. En ja, mijn eerste impressies waren wat een gave animatiestijl en ja, gewoon wat een leuke humor. En het is helemaal terug in seizoen 3. Het is een hele leuke aflevering, want het is heel grappig om Rick natuurlijk ze constant te zien afkraken. En ze eigenlijk constant het petje boven het hoofd te houden. En vooral de twist aan het einde met Noob Noob was absoluut fascinerend voor mij. En gewoon het feit dat Rick de World Ender al had verslagen en in plaats daarvan ook nog de tijd had gehad om een hele Salt Trap op te zetten voor de Vindicators, waar ze eigenlijk bijna allemaal stuk voor stuk voor stuk afgeslacht worden op een leuke, creatieve manier. En ik heb ook gehoord dat de Vindicators misschien wel een eigen spin-off show gaan krijgen. Misschien een beetje te veel van het goede, want ik vond de hele show van deze aflevering juist dat deze characters puur zijn gemaakt voor de 20 minuten run van Rick en Morty, puur voor Rick om ze even af te kraken. Maar ja, wellicht werkt de spin-off voor deze gasten wel, ik weet het niet. Ik ben benieuwd om het te zien, laten we het gaan kijken. Maar de Vindicators 3, hele leuke aflevering. Ga hem alsjeblieft checken. En ja, gewoon pluspunten voor Dronken Rick, want dat is natuurlijk altijd fascinerend. We gaan door naar de volgende, dames en heren. Dan zijn we aangekomen bij nummer 4 en we gaan seizoen 4 in. Dit is namelijk seizoen 4, aflevering nummer 3. One Crew over de Crewcoos Morty. De naam is eigenlijk een reference naar de 1962 film uit 1975, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Geen idee, ik ga ervan uit dat het een heisfilm is, want er zijn heel veel references in Rick en Morty titels die te maken hebben met daadwerkelijk de plot van de aflevering. Dus wat de ding van deze aflevering is, het gaat natuurlijk overal over heisten. Morty is eigenlijk bezig met het schrijven van zijn eigen heistscript. En dat is hij van plan om te verkopen aan Netflix. Nou, Rick is het er niet helemaal mee eens, omdat hij eigenlijk helemaal geen oog meer heeft voor de avonturen die Rick zich altijd voorschoot tot richting Morty toe. Dus ja, wat heeft Rick nou bedacht eigenlijk? Rick heeft bedacht om hem eigenlijk mee op avontuur te nemen. Op een soort heistavontuur.
Eigenlijk om een punt neer te zetten van hoe lame heist movies wel niet zijn. En hoe overdreven en kut ze soms wel niet zijn. En voorspelbaar vooral. Ook kwam erbij kijken bijvoorbeeld dat ze een crew bij elkaar gingen verzamelen. En dat creëerde de welbekende catchphrase, you son of a bitch, I'm in. De leuke bekende meme die wij heel erg veel in de games gebruiken. Ook komt er Heistertron bij, die neemt mensen aan om mee te heisten. Maar daar had je ook weer Rendertron en die zat erin om eigenlijk tegen de Heistertron in te gaan. Want uiteindelijk waren ze zelf ook geheist, was de hele planeet mee geheist. En was het eigenlijk toch Rendertron, maar toen was het toch weer Heistertron. En toen was het toch eigenlijk weer Rendertron. Totdat Rick hem uiteindelijk had overgenomen en dat hij was verslagen. En hoe kut het ook klinkt, dat is nou precies de bedoeling. Het moet heel kut klinken. Want toen Morty naar zijn Netflix afspraak ging om het te verkondigen, besefte hij eigenlijk ook wat voor een kutzooi en wat voor voorspelbare, verdraagzame zooi heistfilms wel niet kunnen zijn. En dat was eigenlijk een beetje Rick's punt. Dus verhaalwijs is het heel erg grappig, want het is gewoon je classic Rick en Morty storyline waar Rick eigenlijk Morty eigenlijk een beetje probeert te sturen, zeg maar. Een beetje te beïnvloeden om toch weer aan zijn kant te staan. En dat is eigenlijk een plot dat we heel veel zien in afleveringen van Rick en Morty. Maar ik vond het hier heel creatief gedaan. Ik vind dat eigenlijk, dit vond ik persoonlijk een van de meest creatieve afleveringen die ze ooit hebben gedaan. Ook met de verschillende heist-characters die ze erin hadden natuurlijk. De verschillende locaties. Ook gewoon dat er een hele planeet werd geheist. Helemaal kapot gemaakt. Visueel zag het er super leuk uit. En heel erg veel leuke catchphrases van Rick. Morty was ook weer heel erg lachen bezig. En het was gewoon echt een all-around leuke aflevering, dames en heren. Je had Elon Tusk, natuurlijk een reference naar Elon Musk. Dat was ook hartstikke grappig. Zeker een much-washed aflevering, als je het mij vraagt, dames en heren. Dan gaan we lekker door naar nummer 3. We zijn aangekomen bij nummer 3. En het is seizoen 4, aflevering 6. Alweer seizoen 4. Ik heb seizoen 4 heel erg op mijn lijst staan. Jullie gaan het zien. Er zijn heel veel seizoen 4 afleveringen op deze lijst. Deze aflevering mag heten Never Ricking Morty. Nou, de eerste keer dat ik deze aflevering bekeek, het was zo ontzettend verwarrend. Als je dacht dat de heist aflevering verwarrend was, dan heb je deze nog niet gezien. Want het was, het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Het is de meest meta aflevering die ze ooit hebben gemaakt. Het is eigenlijk, Rick en Morty bevinden zich eigenlijk in een verhaaltrein. En dat is eigenlijk een metamorfose voor de verhaallijn van Dan Harmon. Dat is eigenlijk een cirkel met volgens mij 8 stages. Dus bijvoorbeeld het begin, het middellijn, de plot en hoe het eindigt. Zo, zeg maar. Rick en Morty volgt eigenlijk altijd een aparte cirkel. En dat volgt die trein dus ook. Dus ze bevinden zich in allemaal verschillende verhaalsituaties waarin Rick zich bevindt. Heel veel leuke characters, unieke characters die je ook gaat zien. En de vrijheid is echt volop. Allemaal ook callbacks naar oudere afleveringen. De Meeseeks komen er weer terug in. Het is gewoon een callback van alles bij elkaar. En het is eigenlijk gewoon een pure meta-reis door de verhaallijn van Rick en Morty. En ze moeten dat eigenlijk zien te doorbreken. Ze moeten eigenlijk, en door dat te doorbreken, moeten ze eigenlijk de Tickets Please Guy verslaan. En wat ze dus deden, ze gingen op hun knieën en ze gingen bidden naar God. Want dat is wat Rick en Morty nooit zullen doen. En toen braken ze dus die lijn af. En toen kwamen we uiteindelijk ook achter dat het uiteindelijk een verhaal, dat het een speelgoedtreintje was die Rick had gekocht in dus de echte de universe. En dat is dan ook weer een beetje een satire naar het product te verkopen die vanuit series komen, bijvoorbeeld van films of games, wat je ook opnoemt. Beetje satirisch programma. Een satirische kijk weer daarop van je moet kopen Morty, koop onze merch, weet je wel. Een beetje een lachertje naar zichzelf, dus ze maken zichzelf daarin ook wel leuk belachelijk. En het was gewoon, je moet het een paar keer kijken om het echt te snappen, want het is in het begin een klein beetje verwarrend wat ze nou precies willen zeggen met deze aflevering. Maar na een paar keer door deze aflevering heen te hebben gezeten, is het wel echt naar mij toe gegroeid. En ik vond het gewoon weer heel creatief gedaan hoe ze deze aflevering in elkaar hadden gezet. En heel veel grappige,
Heel veel grappige dingetjes zitten er natuurlijk in en heel veel creatieve vrijheid. Dus vandaar dat die bij mij op deze spot staat. We gaan weer lekker door naar de volgende. Op nummer 2, we komen dicht bij de 1 spot, hebben wij staan seizoen nummer 3. We gaan weer terug naar 3, aflevering 8. Morty's Mindblowers. Wat een aflevering. Morty krijgt eindelijk zijn herinneringen terug en we ontdekken de waarheid. Morty vraagt Rick een vervelende herinnering uit zijn brein te verwijderen. Dat is de beschrijving van de aflevering. En om het even om mijn eigen Infinity manier te beschrijven, was het gewoon een fantastische aflevering. Denk een beetje interdimensionale kabel TV. Daar zijn eigenlijk 2 officiële afleveringen van. De eerste had ik op de nummer 10 spot gezet. Maar met een twist eigenlijk, want het was geen interdimensionale kabel TV. Het waren herinneringen. Want in het huis van Rick en Morty is er eigenlijk een soort ronde kamer met allemaal herinneringen van Rick en Morty. Goede herinneringen worden gestoord. De slechte herinneringen worden ook apart opgeslagen. En ze gingen eigenlijk gewoon die herinneringen gingen ze opnieuw meemaken. Ze gingen bekijken. En Morty, dat geeft ook weer heel veel creatieve vrijheid voor de makers om gewoon zoveel mogelijk gekke dingen, zoveel mogelijk avonturen die we normaal niet kunnen zien. Want Rick en Morty volgt niet zeg maar per dag een aflevering. Dat aflevering 1 volgt dag 2 op. Aflevering 3 volgt weer die andere dag op. Nee, ze hebben ook allemaal verschillende avonturen behind the scenes dat we niet te zien krijgen. En dat is in die aflevering heel mooi naar boven gekomen. En ja, heel veel grappige kleine verhaaltjes waar ik nou niet te diep op inga. Eigenlijk gewoon een beetje die random sketches die de interdimensionale kabel TV ook had. Alleen dan inderdaad met een twist. En Morty kwam er ook achter eigenlijk dat er heel veel herinneringen zijn die Rick van hem had gewist. Negatieve herinneringen richting Rick toe. Dus kregen ze daar ook weer ruzie van. Toen kwam Summer binnen en met een plan van aanpak voor als dit specifieke ding zou gebeuren. Dat ze te veel gingen herinneringen dat ze uiteindelijk niet meer wisten waar ze waren. Dus het letterlijke stappenplan op wat je kon doen. En de laatste stap was, zet ze op de bank, laat ze interdimensionale kabel TV kijken. En het komt weer helemaal goed. Wat inhoudt is dat dit dus veel, maar dan ook echt veel meer gebeurt. En dat vond ik wel grappig. Een grappige conclusie van deze aflevering. En ja, dit is gewoon classic Rick and Morty. Ze lieten heel veel andere planeten zien. Gewoon heel veel leuke vrijheid dingetjes. Gewoon allemaal los van elkaar. Leuke sketches. Ik kan er niet mis mee gaan. Het was een hele goede aflevering, dames en heren. Ik kan het niet vaak genoeg zien. Maar we gaan nou door naar de eervolle vermeldingen. Ja, niet nog. We gaan voordat we naar de nummer 1 gaan, gaan we even wat eervolle vermeldingen doen. We gaan dat gewoon eventjes lekker met jullie doornemen. Ik heb er 2 staan, dus laten we ze maar eventjes gauw snel even doornemen. Ik heb hier staan seizoen 2, aflevering 9, Look Who's Purging Now. Rick en Morty belanden op een andere planeet, net wanneer ze daar de grote zuivering begint. Dus het is eigenlijk ook gewoon weer een parodie op de film The Purge, waar iedereen zich dus afmaakt, elkaar moet afmaken op 1 nacht, en waar eigenlijk regels niet meer gelden. En Morty komt een vriendinnetje tegen, die probeert die mee te helpen eigenlijk. En ze proberen de mannen aan de top, proberen ze daadwerkelijk uiteindelijk ook te vermoorden. Die heel dat Purge idee hebben opgebracht. Het heeft hele leuke momenten deze aflevering. Je ziet Morty ook helemaal gek worden. Uiteindelijk wordt ook gewoon revealed dat dat niet te maken heeft met wat Rick hem voor spul heeft gegeven. Maar dat het echt Morty was. Dus dat Morty dat allemaal in zich had, dat was voor mij een totale verrassing. Verder is het visueel heel erg leuk gedaan. Het was in plaats van echt een beetje sci-fi setting, was het echt een beetje een ouderwetse setting. En dat was wel heel erg uniek voor Rick en Morty, vond ik. En daarbij zagen we Rick ook een beetje van zijn zwakke kant. Had ook een beetje een B-plot met Jerry die wel grappig was. Een beetje een hopeloos manneke was hij aan het spelen. Net Jerry, typisch Jerry. Maar gewoon een leuke aflevering voor een eervolle vermelding. Hij mag er zeker, maar dan ook echt zeker wezen. En dan gaan we naar de nummer 1 spot, dames en heren. Tromgeroffel. Dit is leuk, want ik wist gelijk, voordat ik deze video ging maken, wist ik al lang dat dit nummer 1 was. Dat is één ding wat voor mij heel erg duidelijk was tijdens het maken van deze video. Ik wist gewoon gelijk wat de in nummer 1 spot zou zijn. En dat meen ik met heel mijn hart. We gaan erop af, dames en heren. Het is seizoen 4, aflevering nummer 8. De Vet of Acid episode. Nou, waar de fuck moet ik überhaupt beginnen met deze aflevering? De aflevering start al heel erg geweldig.
Met die hele maffia shit en het traden van die diamonds die ze daar proberen te doen. Maar Rick was, dat is eigenlijk een soort wereld van Acid eigenlijk. Een beetje een Acid gethematiseerde wereld. Dus er stonden allemaal vuurvaten stonden daar dus al. Maar Rick had een nepvat neergezet voor als het plannetje mislukte. Nou, het plannetje mislukte compleet. Dus ze sprongen gelijk in dat zuurvat om eigenlijk te laten lijken dat ze dood waren. Maar het is een nepvuurzuurvat. Dus er waren ook allemaal kleine slangetjes voor zuurstof. Er waren letterlijk boxjes die ze aan de grond hebben gemaakt. Waar bordjes uit boven kwamen drijven. Zodat het leek alsof ze echt helemaal weg waren, weet je wel. Helemaal verzuurd. Maar ja, uiteindelijk bleven die mannen daar zo lang nog bleven staan. De bedoeling was dat ze wegliepen, zodat ze daar konden ontsnappen. Maar ze bleven zo lang kletsen met elkaar dat Morty het ontzettend zo beu was. Hij schoot ze allemaal neer. Hij zei geen woord tegen Rick. Ze stapte in het schip. En Morty dacht, hoe kun je dit nou verzinnen? Je kan letterlijk alles. Je kan teleporteren. Je kan je robotsuits kun je maken. Rick kan letterlijk alles. En dan maakt hij een nepvat met zuur om iets te ontwijken. Bro, het is zo'n grappig concept. En Rick is zo pissed dat Morty het geen goed idee vond. En op een gegeven moment komt er dus een hele discussie van dit. En je luistert nooit naar mijn ideeën, Rick. Ja, oké, ik wed dat je het gewoon niet kan maken, dit en dat. Nou, wat Rick uiteindelijk dan moest maken van Morty was eigenlijk een soort reset-knop. Tussen haakjes reset, omdat dat Morty alles kon doen wat hij wilde. Stel, je kunt alles doen wat je wilt. Je kunt bijvoorbeeld een bank beroven of zo. Je kan van alles wat je wilt. Zonder consequenties. Dus je drukt dan op die resetknop. Net als een videogame. Je respawnt de hele tijd. Dus dat moest Rick voor Morty maken. Nou, dat is uiteindelijk dus gelukt tussen haakjes. Zonder uit te leggen hoe het daadwerkelijk werkte. Geeft Rick Morty dat device. En Morty wees natuurlijk de Morty die is. En gaat er helemaal bananas mee. Hij doet de gekste dingen. Hij doet de verschrikkelijkste dingen. Want hij denkt dat de acties geen consequenties hebben. Wat hij niet weet, is dat die daadwerkelijk de consequenties er wel waren. Want uiteindelijk valt het heel erg flink tegen. Hij krijgt op een gegeven moment een vriendin. Hij kan alles opnieuw, zoveel mogelijk opnieuw doen. Hij kan al zijn fouten herstellen totdat hij eindelijk dat meisje krijgt dat hij krijgt. Hij gaat daarmee op avontuur. Hij gaat daarmee op vakantie. Het vliegtuig crasht. Het escaleert eigenlijk helemaal totaal. Uiteindelijk zijn ze wel gerescued, zijn ze allemaal bij elkaar, zitten ze allemaal op de bank. Happy family, weet je wel. Morty heeft een vriendin, het kan niet beter. Dan komt die fucking Jerry aan. Die klikt op dat knopje omdat hij dacht dat het een afstandsbediening was. En alles reset weer. Hij probeert het weer opnieuw, maar het lukt niet. En toen ging Morty naar Rick toe en zei van, ja, dit gaan we dus gewoon niet zo doen. Ik heb geleerd dat je moet leren met de consequenties en dat dit gewoon niks voor mij is. Waarop Rick dus de grote reveal maakte van dat het daadwerkelijk consequenties waren. Omdat het niet een resetknop was. Het was eigenlijk een soort prestige. Dat is eigenlijk een film wat hetzelfde concept heeft. En wat dat eigenlijk inhoudt is dat hij niet zichzelf resette. Maar dat hij de hele tijd de plek nam van een andere Morty in een andere universe. Dus de Morty die daar voorheen in die universe zat, werd dus op een verschrikkelijke wijze vermoord. Om plus plek te maken voor Morty. Dus ja, je weet het al wel. Morty heeft er wel een heel erg veel op zijn naam staan. Dus dit was heel erg insane. Deze reveal was echt heel erg donker eigenlijk. De manier waarop Rick het vertelde. Morty vol met schaamte. Hoeveel heb ik gekild, Rick? Ah, maar er is één manier om het goed te maken. We kunnen ervoor zorgen dat alles wat je hebt gedaan in een ander universum gebeurt. In hetzelfde universum. Waar je nou getransporteerd wordt, maar dan moet je wel dealen met de consequenties. Dus hij wordt geteleporteerd naar die andere Rick. En daar staat een hele hoop op hem te wachten. Me Too Movement, de FBI, de politie. Wat je ook maar kan bedenken. Alles wat hij heeft gedaan. Wie die pislink heeft gedaan, staat gewoon voor zijn huis te wachten. Want al zijn acties hebben consequenties gehad. Er lijkt oprecht geen ontsnappen meer aan. Behalve één ding. Er staat zo'n fucking vat met nepzuur buiten. En hij moest daar weer in. Middelvingertje omhoog. Hij ging erin. En iedereen geloofde het en liep weg. Dus
dat is eigenlijk een beetje de aflevering. En dat eigenlijk puur alleen maar omdat die Morty een lesje wou leren. En nooit meer zijn ideeën moet afkraken. Ook de post-credit scène was leuk, want een van die FBI-gasten volgens mij, die kwam in contact met dat nepzuur. Dus hij dacht dat hij bestendig was tegen dat zuur. Dus in de post-credit scene zie je ook een soort Saturday Night Live skitje of zoiets, of een talkshow iets, zie je hem daar in een vat zuur springen, omdat hij dus beweert dat hij dat kan. Nou, dat ging dus totaal niet. Ook een leuke toevoeging aan het einde, dus... dit is wat ik noem, dames en heren, de perfecte Rick en Morty aflevering. Ook gewoon de song choices, It's in the Way That You Use It, volgens mij van Eric Clapton, die kwam er ook heel erg mooi bij. Ik heb hem sindsdien gewoon in mijn playlist staan, want het is echt een heel goed lied. En om de bitches die je in had met Morty die al die gekke dingen deed omdat hij dus dacht dat hij geen consequenties had. Rick die pissed off was. Maar het is ook gewoon zo'n stom idee. Een nepzuur. Je kan letterlijk alles, maar je pakt een vat van nepzuur. Het hele idee is gewoon zo idioot en stom. Maar het brengt gewoon eigenlijk allebei de slechte kwaliteiten van Rick, zowel Morty, in deze aflevering op komische wijze gewoon naar voren. Leuk om te zeggen, volgens mij heeft deze episode ook iets verdiend. Had deze episode geen Emmy verdiend of zo? Ik moet het even opzoeken. Het antwoord is ja, ze hebben daar daadwerkelijk een Emmy voor gehad. Wel verdiende Emmy als je het mij vraagt. Geweldig gewoon. Dit was eigenlijk mijn hele lijst. Dit is natuurlijk mijn persoonlijke lijst. En ik ben heel erg benieuwd. Wat is jullie lijst? Laat even jullie top 10 weten. Of als je daar geen zin in hebt, top 3. Of gewoon de beste aflevering wat jij persoonlijk vindt. Start gewoon een discussie in de comments. En dan ben ik echt benieuwd welke aflevering jij nog meer een Emmy-waardige aflevering vindt. Ik bedoel, voor mijn idee was deze lijst best oké. Vooral de nummer 1 spot, omdat hij daadwerkelijk een Emmy heeft gehad. Just saying. En het was ook gewoon echt een hele geweldige aflevering. Maar, dames en heren, om een of andere reden lopen dit soort video's voor mij altijd verschrikkelijk uit. Maar goed, ik heb toch wel een half uur voor geluld, dus dan is het volgens mij ook goed. Ik ga hier wel de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze top 10. Wil je dan nog meer top 10 zien? Laat even weten in de reacties. Abonneer op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk het belletje druk om de hoogte te zijn van elke nieuwe video. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer, Tiny Pingwings. Infinity out.